De Mol. Zo noemden wij gekscherend de frater vanwege zijn typische gezicht. Opende de deur en keek uiterst verbaasd. Met een onvervalst Limburgs accent begroette hij me hartelijk en wist ons binnen enkele minuten een heerlijk ontbijt voor te toveren. Verse Duitse broodjes met ham en kaas, een eitje, potje thee en een glas chudrans. Terwijl ik in de refter zat te eten, schoten allerlei gedachten door mijn hoofd. Hoeveel jaren zat ik hier nu al? Iedere dag opnieuw, 's ochtends, in het middaguur en tijdens het avondeten. Wij, de paters, zaten gezamenlijk aan een lange tafel en de studenten aan kleine tafels voor 6 personen. In het midden van de zaal, tegen een pilaar, stond een piano. Iedere avond na het avondeten mocht één van de studenten zich hierop uitleven. Er waren knapen die echt talent bezaten, maar de massa was pulp, volkomen onmuzikaal. We hadden in de loop van de jaren heel wat meegemaakt in deze zaal. Zo hadden we eens een entertainmentavond georganiseerd, waarbij een hypnotiseur zijn kunsten aan ons en de seminaristen toonde. Niet dat we er echt in geloofden, maar amusant was het zeker. Tijdens zijn hypnosesessie bracht hij een van de jongens onder hypnose en gaf hem de opdracht om de komende 3 dagen telkens tijdens het avondeten op te staan en 3 maal te kraaien als een haan. Dat wilden we zien gebeuren. Groot was de verbazing van ons en de jongen zelf dat hij het ook daadwerkelijk precies zo uitvoerde. Ik dacht aan de studentenharmonie en wist dat veel jongens slechts 1 motief hadden om erbij te gaan, namelijk het roken. Gedurende de avonden dat er gerepeteerd werd, was het de muzikanten toegestaan enkele sigaretten te roken. Dat mocht nog in die tijd. In alle overige lokalen en kamers was dit voor de studenten ten strengste verboden. Pater Wolsley gebruikte het waarschijnlijk als een lokkertje om voldoende bezetting te krijgen. De prior stond het oogluikend toe. De moderne tijd is ook de kloosters en de seminaries binnengedrongen. Je hebt als student veel meer vrijheden dan in de tijd dat ik hier zelf studeerde. Toen mocht je bijvoorbeeld nooit, samen met een andere jongen, de koer, een groot plein voor het seminariegebouw, rondlopen. De autocratische abt hoedde je destijds voor homofilie en de straffen bij overtreding van zijn geboden en verboden waren onevenredig hoog. Oorvijgen en andere lijfstraffen werden regelmatig uitgedeeld. Tegenwoordig mag en kan bijna alles. Vorig jaar is er zelfs een torenkamertje beschikbaar gesteld aan enkele studenten die er een chemisch laboratorium van maakten. Pater Lampon, natuur- en scheikundedocent, ging er vanuit zijn bol. Hij voedde ze met retorten, zwavelzuur, spiritusbranders, natriumhydroxide, een oude van de graafgenerator, een machine om elektriciteit op te wekken met behulp van een bakelietenschijf en een kattenvel. 10 boeken, waaronder 1 met betrekking tot de lichttheorie van Huygens. Een stoffige etentheorie dus. En weet ik wat nog meer. Ze hadden er veel succes mee, want de opdracht van Pater Schot, die sport- en gymnastiekles gaf, om de opening van de jaarlijkse sportdag op een spectaculaire wijze te verzorgen, werd gretig aangenomen. Een kolfje naar hun hand, zeiden ze nog. De 2 knapen namen eerst verschillende proeven. Regelmatig hoorden we kleine knalletjes vanuit de kloostertuin. De opening van de sportdag wierp echter een nieuw licht op de 2 chemici. In de tuin, die aan de voorzijde van het seminarie lag, stond een fraai Mariabeeld. Op ongeveer 5 meter daar vandaan hadden ze de bom geplaatst. Toen Schot, what's in the name, met op zijn hoofd een oude Tommyhelm uit de Tweede Wereldoorlog, de schakelaar van de primitieve afstandsbediening overhaalde, kregen alle aanwezigen de replica van Sodom en Gomorra te zien. Een enorme ontploffing die een paddenstoel van witte rook tot wel 10 meter hoog oprichtte. Het kruid had een grote krater in het gras geslagen. Maar de verbijstering en de schrik gingen al snel over in een bulderend lachsalvo. Toen alle zagen dat een graspol precies op het kroontje van Maria lag en zodoende een vreemd toepetje vormde. Rondom het seminarie lagen de weilanden. In de periferie hiervan lag een houtwal en een klein kerkhofje waar de stoffelijke overschotten rusten van de paters en fraters uit de oude tijd. Dit waren de missionarissen geweest die in Afrika, Zuidoost-Azië en de binnenlanden van Zuid-Amerika de zieltjes hadden gewonnen. Ieder van hen kreeg erin gestampt dat eerst het evangelie in de gehele wereld verkondigd moest worden, alvorens het einde der tijden zou komen. Hierdoor gedreven en gemotiveerd hebben ze de wereld als lemmingen rondgezworven om zodoende de apocalyps te bespoedigen.
Toegeven aan de liefde die ik voor Michelle voelde, zou het einde betekenen van mijn leven in dit klooster. Ik zou geen les meer kunnen geven aan het seminarium en kon hooguit nog aan een gewoon gymnasium mijn beroep uitoefenen. Die ochtend in de refter besefte ik het precaire van mijn situatie. Ik hoorde de deur opengaan en zag de prior glimlachend en met opgeheven handen op mij afkomen. Hugo, wat ben ik blij je weer te zien. Heb je een prettige reis gehad? Ja, uitstekend. Ik was gisteravond helaas niet meer in de gelegenheid u te bellen zoals we afgesproken hadden. Het spijt me. Is niet erg, joh. Natuurlijk ben ik wel benieuwd wat je allemaal hebt meegemaakt. Zoals ik je gistermorgen al zei, had ik je al veel eerder terugverwacht. Wat ik uit je woorden heb begrepen, is dat je de journalist bent misgelopen. Is de koffer nog wel in jouw bezit? Nee, die staat in een kluis in het station Limehouse in Londen. Het ziet eruit dat ik uiteraard met uw welwillende toestemming te zijnde tijd opnieuw naar Londen zal moeten gaan. Dat is zoals je weet geen probleem, Hugo. Je weet hoeveel belang ik eraan hecht dat we inzicht krijgen in dit mysterie. Kom, laten we op mijn kamer verder praten. Nadat we aan de tafel op zijn kamer zaten en een fles wijn was geopend, gaf ik een nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen in Londen, maar liet de details van Michelle eruit. De uren verstreken snel en tenslotte, het liep inmiddels tegen 4 uur in de middag, overhandigde hij mij de bewuste brief uit Frankrijk en hoopte dat mijn onderzoek niet zou verzanden in een impasse. Ik sprak met hem af dat ik de volgende dag mijn normale ritme weer zou oppakken, inclusief het lesgeven. Na het avondeten en het napraten met enkele paters ging ik snel naar mijn kamer, zette het venster op een kier en nam plaats achter mijn bureau. De brief lag voor me, maar ik aarzelde met het openen ervan. Ik wist dat post uit een Franse klooster meestal belangrijke informatie bevatte. De paters kenden mijn adoratie voor Maria en de ontsluiering van de apocalyps. Ik geloof dat ze zich net als ik bewust waren dat de mensheid zich in een van de laatste aardse decennia bevonden, waarin geluk en voortspoed nog levenskansen waren, en dat er spoedig een totale omwenteling zou komen. Met een pennemesje opende ik de envelop en ontvouwde enkele vellen tekst. Mon père congénéraire. Ervan uitgaande dat u nog steeds door mij geïnformeerd wenst te worden omtrent de voortgang in mijn onderzoek naar de Maagd Maria, de apocalyps en de wederkomst van Christus op aarde, als mede de opkomst van de antichrist, kan ik u enkele interessante feiten meedelen. In mijn brief van afgelopen najaar ben ik nader ingegaan op de verschijningen van Maria in Frankrijk. Tevens heb ik melding gemaakt van de verschijning van een profeet in Mesnilval. Om verder door te kunnen dringen in de mysteries heb ik, zoals u weet, enkele empirische onderzoekingen verricht in Stellet, een dorpje in de omgeving van Orléans. De abt van de obscure heilige Lazarusabdij bood mij toen, na lang aandringen mijnerzijds, de hospitaliteit om er enkele dagen te mogen verblijven. Zoals u reeds heeft vernomen, heb ik in de archieven en in de bibliotheek van deze oude abdij veel nieuw materiaal gevonden met betrekking tot de maagd. Ik hoop dat deze informatie nut voor u heeft gehad. Gedurende de daaropvolgende maanden heb ik de aan mij uitgeleende geschriften, aantekeningen en boeken in extenso bestudeerd. Eén uiterst merkwaardig en klein manuscriptje, niet meer dan enkele vellen, is mij daarbij onder ogen gekomen. In eerste instantie identificeerde ik het met een oud middeleeuws keervers. Doch aan die ouderdom twijfel ik inmiddels. De tekst zit grammaticaal niet perfect in elkaar, is onsamenhangend en lijkt geen enkele zinvolle betekenis te hebben. Eén van de vergeelde vellen lag op mijn bureaublad en ik liet per ongeluk as van mijn sigaar erop vallen. Met de palm van mijn hand probeerde ik de as te verwijderen, maar in plaats daarvan veroorzaakte ik een grote grijze vlek. Natuurlijk schrok ik en door er overheen te blazen trachtte ik de zaak nog te redden. Mijn blik viel plotseling op een bizar gedeelte van de tekst. Eigenlijk niet de tekst zelf, maar op de lege ruimte tussen de letters. Een kopie van deze tekst heb ik bijgevoegd. Probeert u eerst zelf maar eens te ontdekken welk geheim deze tekst in zich draagt.